Dit jaar zal de regering Santokki-Brunswijk het beleidsraamwerk van maatregelen om structureel herstel van de economie te realiseren voortzetten. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokki gisteren in de Nationale Assemblée aan tijdens de begrotingsbehandeling. Hij gaf aan dat de regering geen andere keus heeft dan moeilijke besluiten te nemen en maatregelen te treffen. Dit is volgens het staatshoofd nodig om de efficiëntie in de structuur van de economie, in het productievermogen, de verdiencapaciteit en in de staatsfinanciën terug te brengen. Met andere woorden, de tering naar de nering zetten. Niet meer uitgeven dan we daadwerkelijk verdienen en een reële economie opbouwen. En ik weet, meneer voorzitter, dat dit geen gemakkelijke opgave is. En nog minder politiek en maatschappelijke en plezierige is. Wij weten dat. Maar we zitten als regering met de verantwoordelijkheid, meneer voorzitter, om de problemen structureel op te lossen. Niet alleen voor deze generatie, maar ook voor de toekomstige generatie, meneer voorzitter. Maar aan de andere kant, meneer voorzitter, kunnen we onszelf en het volk ook niet voor de gek houden door met leningen een schijnwelvaart te creëren. De president heeft ook aangegeven dat het sociaal programma een belangrijke doelstelling is die in verhoogde tempo uitgevoerd zal worden. Ook liet hij weten dat het jaar 2023 in het teken zal staan van geïntensiveerde verbetering van de leefbaarheid in het land. En hiertoe is er reeds vorig jaar een begin gemaakt. De voorzitter, de regering zal in verhoogde tempo uitvoering geven aan de geïdentificeerde ontwikkelingsprojecten. In de periode 2020-2022 heeft de regering prioriteit gegeven aan de landelijke uitgifte van bereidheidsverklaringen en beschikkingen in aanloop naar de implementatie van het landelijk woningbouwprogramma te rekenen vanaf 2023. In de eerste fase van het landelijk woningbouwprogramma wordt 400 hectare grond bouw- en woonrijp gemaakt ten behoeve van 4600 woonoplossingen op basis van een public-private samenwerking. Enerzijds door middel van zelfbouw op basis van hypotheek en anderzijds woningbouw door de regering. Natuurlijk hoor ik al, ja maar waar gaat u goedkoop kapitaal vinden, regering? Voorzitter, per 3 januari 2023 kan men bij alle banken voor woningbouw een bedrag lenen van maximaal SRD 950.000 tegen 7% rente. Het staatshoofd liet weten dat het besluit van de hypotheken bij alle banken ook goedgekeurd is door de Centrale Bank van Suriname.